Achterhoekse boeren trekken dinsdag massaal naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen het huidige landbouwbeleid. De negatieve aandacht die de sector krijgt en het voornemen van D66 om de veestapel in te krimpen vanwege de stikstofuitstoot is de druppel die de emmer laat overlopen voor boeren uit de regio. Het komt er altijd op neer dat de boeren het gedaan hebben. En, alles moet doorgaan. Het verkeer, Schiphol, industrie maar, en de boeren die moeten constant maar inkrimpen en inkrimpen. En hoe is dat gevoel om vannacht op de trekker naar Den Haag te gaan? Ik heb best een goed gevoel, een heel sterk gevoel. En dat komt namelijk door het wijgevoel, zeg maar. Dat alle boeren nou een keer op één lijn zitten. En dat we met z'n allen richting Den Haag trekken om toch een statement te maken. En ja, we gaan ervoor. Wouter Gerritsen is naast wethouder bij de gemeente Montferland ook agrariër en kan zich de frustratie van de boeren over het inkrimpen van de veestapel goed voorstellen. Natuurlijk zeker na de reactie van Thierry de Groot, die met het voorstel kwam om de helft van de veestapel in te korten. En als dan zulke uitspraken komen, in het begin lag ik er bijna over, omdat ze toch wel een beetje dom zijn, om eerlijk te zijn. En later zie je dat het toch even serieus op ingegaan wordt. Dus dat is wel lastig, maar ik ben wel heel blij met het rapport van Remkes. Want daar zit wel de nuance in, dat in de veehouderij, dat we daar een oplossing voor zien. Maar ook in andere sectoren, zoals verkeer en luchtvaart kijken. De Brummelstoeten en de Sillen trokken dinsdagnacht met circa 10 andere trekkers vanaf de Radstaken in Varsseveld naar Den Haag. Voor beide heren is er protest geslaagd als de politiek een luisterend oor biedt aan de agrarische sector. En ook eens meer gaan in de denkwijze van de boer, zeg maar. Je kunt niet alles in één keer veranderen, maar ook in stapjes, dan komen we ook een heel eind. Gerritsen denkt niet dat de regelgeving gelijk aangepast gaat worden, maar wel dat het protest een signaal afgeeft aan de Haagse politiek. Volgens hem is de agrarische sector de enige branche die zich op grote schaal heeft ingezet om de stikstofuitstoot te verminderen. We zitten heel lang al met kringloop, dus elk mineraal moet in de kringloop terugkomen. Daar zijn we heel bewust mee bezig. Volgens mij als enige sector bijna die daar zo over nadenkt. En toch elke keer als er wat nieuws oploopt, dan CO2, dan ammoniak, dan is het net of de boer alleen schuld is. Dus ik denk dat die nuance er straks beter in komt na dit proces. En hoe zie je de toekomst voor je? Ja, ik wil toch nog wel zeker 30 jaar boer zijn. Dus ja, en voor de toekomst, er moeten gewoon boeren blijven.